Ook een goede vraag van Jeroen. Hoe hou je die hitsigheid van een nieuwe vlam zo lang mogelijk gaande? Ja. Hoe voorkom je sleur? Kan, kan je het uitbreiden, die tijd? Dat, dat die hormonen rondvliegen? Ja, nou ja, die hormonen rondvliegen kan je helaas niet uitbreiden. Nou, ten, nou ja, door niet te snel samen te gaan wonen. Dat maakt ook dat je daarin wat onderuit schiet in je... In je Blijven subscribe. daten dus. Blijven daten is heel goed. En ik denk echt... He, uh, dat moeite doen voor elkaar. Dus um, die kracht van wat je in het begin hebt, van dat je echt je beste zelf wil zijn. Dat je diegene voor je ja, wil veroveren. Als je dat maar blijft doen. Um, ja, dan kan je eigenlijk die vlam wel aanhouden samen. En, um, nou ja, en natuurlijk aanrakerig zijn. Want echt die connectie behouden, die zorgt er ook voor dat je die, ja, dat verlangen blijft vasthouden. Maar het heeft echt te maken met moeite doen en elkaar niet uit het oog verliezen. Dus dat is gewoon heel belangrijk. Ja, maar als het niet al verliegt, uh, nee. na, na een paar maanden zo is, dan. Dan uh, zit niet... er iets niet goed. Nee, nee. <laughs>